good! Ik ben Kelvin, a.k.a. Calvin, a.k.a. de man met het kapsel waarvan je denkt, waarom gaat hij naar de kapper? En ik ben hier samen met de allermooiste vrouw van de hele wereld, namelijk Otje! Hey, Otje, ben weg! Ja, die wil jou helemaal niet. Kijk, wat een schoonheid. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Calvin, en ik ben hier samen met... Nina. Nina is mijn vriendin. Al bijna 7 jaar. Oeh. Raak, hè? Bijna geflasht. Nina, hoe is het met je? Je moet de mensen even vertellen hoe het met je gaat. Het is lang geleden dat wij een video hebben gemaakt. Ja, het gaat nog wel goed hoor. Vertel even hoe het met je gaat. Het gaat nog wel goed op zich. Ja? Ja, niet zo dicht op mij. Jawel. Comedy. Maar het gaat wel goed hoor. Ja? Vind je hem al grappig? No. Nee. Leuk dat jullie kijken, aangezien gekke werk helaas is afgelopen. Vind je dat spijtig? Ik vind het wel een beetje spijtig. Heb je ik niet, want dan ga je opeens weer weg en zo. Dus ik vind het niet zo spijtig. Wat vond je de leukste aflevering van gekke werk? Tatoeage natuurlijk. Waarom? Omdat ik erin zat. Ja. Oh! Nice! Ik heb het mooiste lijntje gemaakt. Ik zeg ja, maar ja. Jij praat weer voor mij in beurt. Oké, sorry. We gaan vandaag iets bijzonder leuks doen, namelijk ik heb al 7 jaar een relatie met jou en jij hebt 7 jaar een relatie met mij. Eigenlijk iets minder lang, maar bijna. Oh ja? Wij hebben een relatie waarin wij elkaar niet per se verbieden om te tinderen, alleen we doen het gewoon niet. Het is een beetje gek als je relatie... we verbieden elkaar nooit wat. Nee, maar het is gek als je in een relatie gaat tinderen, want dan is het zo van ja, why do you even have a relationship then? Dus ik verbied het je niet om het niet te hebben, maar ik zou het niet zo leuk vinden als je het zou hebben. Nee, wij zijn monogaam. Dat betekent dat je niet met andere mensjes flikvooit terwijl jij officieel op Facebook een relatie hebt. Maar, aangezien Nina elke week tegen mij zegt, ah Kelvin, ik wil echt graag een keer tinderen. Ja. Ik wil echt graag, mag ik nou eindelijk een keer tinderen? Had ik gedacht, laten we het doen uit naam van de wetenschap. Namelijk in een video genaamd, tinderen met mijn vriendin, Nina. Maar het is ook goed voor je views dus. Ja, oké. Okay. Dat is waar. Hey, laten we eerlijk zijn. Het is daarom anders. Maar ik heb hier echt super veel zin in. Ja, want jij hebt gisteren al Tinder aangemaakt. En ik wil gelijk swipen. En toen moest ik zeggen, gisteravond zei ik tegen haar, maak er vast even Tinder aan. Want dan heb je het alvast. En toen zei ze meteen, nee, ik wil swipen, man. Ik zei, nee. Dus toch aan, je hebt bijna 7 jaar. Maar ik heb al wel een ding gehad dat ik een super like heb. Oh ja, ze heeft al de eerste super like te pakken. Ik heb hier echt zin in. Maar ik wil niet, dat wil ik wel zeggen, ik ga niet mensen pijn. Ik wil niet mensen pijn doen. Ik ben je nog steeds aan het applaudisseren. Ja, dat is fucking irritant. Ik ben aan, hallo, ik geef je een applaus. Ja, na 2 seconden stel je voor dat Obama zijn inauguratie doet, iedereen applaudisseert en hij praat gewoon door. Dat kan je niet doen, je moet wachten. Je behandelt mij toch ook niet als Obama? Jawel. Niet. Als je de first lady. Niet. Ey, comedy. Zie je me lachen? Nee, maar de editor wel. Ah. We gaan beginnen. Mocht het nog hier opgevallen zijn, Nina vindt mij niet grappig. Ik vind mezelf grappiger dan Nina. Of niet dan? Ja. Ja? Mag ik een kusje van jou? Moet ik eens mijn profieletje even laten zien? Ja, laat even je profieletje zien. Ik weet dus nog niet welke foto's Nina heeft gekozen. Ik heb tegen haar gezegd, kies het lekker zelf. Ik heb wel eentje. Ja. Ik heb één geadviseerd, namelijk deze. Ik weet namelijk niet zo goed wat mannen nou echt mooi vinden eigenlijk. Bunnies! Deze heb ik dus naar voren geschoven omdat ik dacht, hey, the woman has got some roundings, so the man like that. Het is echt alsof ik je nu aan het soort uitprostitueren ben. Dit voelt echt heel raar voor mij. Yeah. Dit is echt stom eigenlijk. Waarom doe ik dit? Dit is Nina van 21, minder dan 1 kilometer uit de buurt. Hey, ze is in de buurt! Nina, waar ben je? Minder dan 1 kilometer! Doei! Minder dan 1 kilometer uit de buurt. Ik heb Nina niet kunnen vinden. Wat ik wel heb kunnen vinden is mijn boek. Koop hem op Calvin.nl van niks en kliks. Hey, what's good, you know? Ik heb dan deze en die heeft volgens mij de meeste likes op mijn Instagram, dus dacht ik oké, dat is ook wel een goede foto. Oké. Dan heb ik deze met Jul. Want je dacht, dan denken mensen dat ik lesbian ben. Dan denken mensen dat ik vrienden heb. Oké. En ik heb nog deze. Alsof je helikopterpiloot bent. Ik ben ook, ik heb... Waarom doe je nou zo kut dan? Oké. Zijn prachtig. Welke moet ik toevoegen? Mag ik nog eentje toevoegen? Die ene van de TT. Oké. Kijk wat een mooie, knappe meid. De mooiste, leukste, meest geweldige vrouw van Nederland is binnengetreden. In de Tinderwereld. In de Tinderwereld. Hoe graag ik ook aan jullie wil zien wat voor mannetjes we allemaal tegen gaan komen. En moet ik helaas ervoor zorgen dat alles geblurred wordt. Want anders krijg ik straks boze mensen achter me aan. Dus helaas pindakaas, maar jullie kunnen wel genieten van ons commentaar. En daarnaast onze gesprekken met de mensen. Al 99% mensen vonden je leuk. Wow!
al 99 plus mensen vonden jullie leuk. Blijf hier. Jij gaat nergens naartoe. Als jij gewoon niet bij mij weggaat, is er niks aan de hand. Nee, maar als jij niet bij mij weggaat, gaan we er ook niet aan de hand. Nee, maar als jij mij geen reden geeft om dat te doen. Ja, dus het is in alle gevallen mijn schuld. Ja. Oké, gaan we beginnen. Nee. Ja. Hey, Sean! Waarom Sean nou? Ik heb een match! Nee! Nee! Yes! Nee! Sean was echt zo'n mannetje. Nou hè? Imaat. Ga naar kloot vandaag. Niet dan. Ik ga gewoon door hoor. Ga even gym, skip leg day, Sean hier. Maar ik vind eigenlijk iemand leuk. Hey, ja, ik heb een match. Je hebt een match, lekker Linda. Netjes. Ik ben even bezig. Je swipe iedereen weg! Hey, deze mevrouw is kieskeurig, man. Ik heb een match. Lekker. Nog een super like heb ik van een mannetje. Anis. Anis van 26. Nee, vind ik niet leuk. Nou, lekker voor je, Anis. She's my woman. Don't touch my woman. Alles gaat naar links. Nope, nope, nope. Oh, ik zie echt niet een knappe gassie. Jawel, kijk maar even rechts van je. Comedy. Dit kan sneller. Nee, nee. Bart heeft een vlinder op zijn hoofd. Hij heeft de hele tijd vlinders op zijn hoofd. Elke foto heeft hij een vlinder. En jij zou hem liken. Ik zou hem sowieso liken. Ik ga hem ook even liken. Kijk. Ja, nee, maar nou, hallo. Ik heb wel een match met hem. Ja, tuurlijk, want hij is de vlinderman. En ik ben een vlinder. Jij bent een vlindertje. I'm the butterfly. What the fuck is dit? Thomas met een maskertje. Thomasker comedy. Thomasker? Ja, dat is een woordschap, maar dan... Okay. Net pindakaas gegeten dus. Rafa zegt, when we drink something. Hi, zeg ik. Where are you coming from? Brazil, but I live in France. So you are not in the Netherlands. Zou jij een relatie kunnen hebben met een man die Engels spreekt? Ja, jawel, alleen het gaat gewoon mij niet zo soepeltjes. Oké, maar ik ga met die man. Kies jij lekker een mannetje uit. Okay, wat moet ik zeggen? Hey, Sean. Niet Sean. Oh, ik word hier helemaal ongemakkelijk van. Helemaal met jou naast me. Rafa zegt, oh, I'm here in Amsterdam. Oh, nee. Hij is me er. Too, baby. Wow. Ja, wil jij nooit meer baby zeggen? Stelletjes die baby tegen elkaar zeggen, die moet je echt even, hun hoofd moet anders omgeslagen worden. Until 29 of July. Oh, daar hebben we nog Ik zeg wel, my birthday is on 20 July. So, do you want to come on my birthday? Oké, doe maar. Oh ja, ik ben dan jarig. Kon je ook bij mij langskomen? Ja, tuurlijk. Ken je na 2 seconden, maar is goed, joh. Do you come on my face? Rafa. The best party. My house. With some friends. Jij mag 1 gastje kiezen, mag jij mee praten. Oké. Ja. Ik mag 1 mannetje kiezen waar ik mee gesprek mag hebben? Nou, nah, wat een luxe. Ik ga toch voor de vlinderman. Hey, Bart. Niet gelijk aanvallen. Nee, wat een leuke vlinders. Oh nee. Nee, niet motten. Gelijk onaardig doen. Nee, ik had toch verkeerd. Het zijn motten, het zijn geen vlinders. Okay. Zo, sorry. Hallo daar. Potverdorie zeg. Mag wel eventjes hoor, dat is prima. Ja, it's okay. So you learn me Dutch. Do you have Instagram? Zeg gewoon tegen hem, yo vriend. Ja man. Iemand zegt hey tegen mij. Oh mijn god, hij is echt knap. Kijk. Ja, hij is echt knap. Dankjewel voor het compliment. Oké, nou, doe maar. Doe maar hoe jij dit zou aanpakken. So you are from Amsterdam. Oh, hoppakee. Nee, gewoon Nederlands. Ha. Maar misschien is hij wel Engels. Ik denk dat je een pol aan de haak geslagen hebt. Ha, I'm jealous. Oh, shit. Hij is niet Nederlands. You are not Dutch. Je hebt gefaald. Hoezo? Maar kijk, later als je dan kinderen hebt, dan kan je een grapje over maken. Oh, ik dacht dat papa Nederlands was. Wow, ja. Van 0 to 100 real quick. Je denkt meteen al aan kinderen met Risha. Oké, is goed. Nee, duidelijk. Oh, I need to find something to do. Here during the day. I'm getting bored. Oké, zeg gewoon. Oké, ik wil kijken of deze man met jou wil afspreken. Oké, team man. Ah. I'm free today. So sad. Ik wil wel even zeggen tegen iedereen. Dit is wel de enige keer dat ik het in heb. Als ik een relatie heb. Als ik graag zelf zou zijn en je zou me tegenkomen. Dan ben ik het waarschijnlijk wel echt. Ja, maar. Allemaal serieus. Na deze video wordt het gewoon verwijderd. Hoop ik. Of nee, toch niet. What can we do? Deze man. I love. Drinking cocktails. Woep, 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 woep. Woep, 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 woep. Oh, hij wil een activiteit doen. Some activities. Nee, maar cocktails drinken is ook een activiteit. We gaan even terug naar de pol. Hè, maar hij woont in Amerika. Doe even normaal. Hij denkt, yo, ik ben in Nederland. Ga even mijn Tinder aanzetten. Een beetje meisjes neuken. Hij zegt, can't you see the city with my sister? Wow, tering schattig. Ah, hij weet hoe het moet. Hij zegt gewoon, ja, ik begin gewoon over mijn zus. Is prima, dan vinden ze me allemaal schattig. Ik snap, ik weet wat deze Risha. En het werkt. Ja, yeah, het werkt. Oké, okay, ik vind het niet grappig. Rafa is een papi die vandaag niks te doen heeft en wil afspreken. En he wants to go dance. Club to dance? Vandaag. Yo. Oké, okay, where? Pardon? Pardon? Ga je echt met Rafa afspreken? Pardon. Hé, hey, de motten meneer
is gaan praten. Weet je wat hij zegt? De mottenman. Hij zegt: thanks Nina, ik ben wel een beetje geobsedeerd. Heb er ook een YouTube kanaal over en website en soms op tv. En hij stuurt een gifje van een vlinder. Oh, als ik zeg, wat is je YouTube kanaal? Als hij zo fucking vette gast. Hij heeft gewoon een mottenhobby. Hij is gewoon een van de weinige mensen in Nederland die waarschijnlijk motten houdt. Maar hij houdt. Is wel fucking aandoenlijk. Ja. Ik vind hem nu al aandoenlijk. Ik wil ook vrienden met hem worden. Ja, jij hebt hem gelijk. Ja, daarom. Hij is gewoon... Ik wil wel zeggen, ik ben eigenlijk een dude. Hij is een, ja. Ik ben eigenlijk Kelvin. It's a shame, I'm leaving tomorrow. You're the prettiest Dutch girl I've seen and I won't be able to meet you. Ah, nee. I love it here. I will be back soon without my sister because she is a buzzkill. Hij vindt jou de knapste meisje die in Nederland ooit heeft gezien. Oh, hij denkt, ik ga nog even neuken voor ik weggaan. Ja, waarschijnlijk wel. Vies peuk. Oh. De mottenman. Hij heeft een YouTube kanaal gestuurd. Hier een voorbeeld, haha. Zoveel stelt niet voor. Gewoon een uitlaatklep voor mijn monologen. Voor mij. Mogolen. Hij heeft 38.000 views, best wel veel. Wow. Zo zie je maar weer, je begint met Tinder en je eindigt met het kijken van video's van motten. Fucking vet dit. Het is wel een mooie mot. Als ik je nu eens met vlinders bedek en je film, zo 100k. What the fuck? Hey, de mottenman is gewoon een viespeuk. Nee. Hij wil gewoon Nina bedekken met vlinders. Met alleen vlinders. Voor de views. Fuck. Bart, ik ben teleurgesteld. Ik dacht dat je vette gast was, maar je bent gewoon een viespeukie. Rafa zegt, you have a dick. Wow, ineens. Uit het niets. Helaas, je hebt het mij opgeschreept. Yep. Ik spijt me dat ik niet gespierd ben en het spijt me dat ik geen vlinders heb die ik op je lichaam wil plakken. Abonneer op mijn kanaaltje en volg mij even op Instagram. Volg Nina ook op Instagram, @NinaWarnick, @Calvin. We doen dit samen, we doen dit met z'n tweetjes en we love jullie. En doe eens gekje met de normaal genoeg. Tot de volgende keer, mijn weer dag. Niet mij likken. Hey.